Het schaalmodel van het beeld Hanneke van Dort, dat sinds 3 weken door beeldend kunstenaar Gerard Lentink in de torenhal van de Grote Kerk tentoongesteld wordt, blijft daar nog iets langer staan dan aanvankelijk gepland. Het is tot en met aanstaande donderdag tussen 10 en 5 uur nog te bezichtigen. En Lentink heeft nog meer plannen met het beeld. Ik vind het wel fijn als. Ik zou het mooi vinden als dit beeld zo een beetje zou. Dus dit schaalmodel een beetje zou zwerven door de stad. Hè? Zo ook in de buitenwijken bijvoorbeeld. En daar gaan we rustig over nadenken. Dat hoeft niet meteen volgende week. Maar het is wel leuk als dat opeens weer ergens opduikt in de stad. Gewoon ook om dat idee gaande te houden. Hè? Want. Het is me wel duidelijk geworden dat er nog gewoon een flink traject te gaan is. Anderzijds heb ik gemerkt dat er zijn veel lokale politici, dus gemeentepolitici, over de vloer geweest. 3 wethouders, veel raadsleden. De burgemeester is geweest. Je merkt gewoon dat er wel een consensus is dat. Als dit beeld niet zou komen, dat de gemeente duidelijk een kans laat liggen. Dat bewustzijn is er duidelijk. En dat stemt mij hoopvol. Over belangstelling heeft Lentink niet te klagen, want er zijn in de 3 weken tijdens de tentoonstelling bijna 2000 bezoekers komen kijken. Je hebt 2 groepen. Hè. Je hebt de toeristen die gewoon in eerste instantie voor de kerk komen. En een percentage van die groep, die blijkt ook heel geïnteresseerd te zijn in dit voorstel. En verder heb je de mensen die gericht komen om dit schaalmodel te zien. En dat zijn Dortenaren. En die groep die is unaniem enthousiast. Dus die hopen heel, heel sterk dat het beeld er komt. Er wordt dan ook uitgesproken dat ze het liever op de punt van de stadswerven zouden zien. Dat leeft dus nog steeds wel? Dat leeft nog steeds, ja. Dat idee is nog niet uit het hoofd. En leeft dat bij jou ook nog steeds? Kijk, dat was mijn eerste voorstel. Ik vind het heel moeilijk om precies erachter te komen. Of dat voorstel nu totaal onmogelijk geworden is of niet. Hè. Het wordt nu weer op de politieke agenda gezet. En ik weet niet of dat een achterhoedegevecht is of dat inderdaad kansrijk is. Ik zie dat ook niet meteen als mijn taak om daar iets over te melden. Hè. Dit zijn dingen die gebeuren. Het onderstreept in ieder geval het enthousiasme voor dit beeld.